Elke maand spaar ik tientallen tot honderden euro's uit door mijn betalingen met een cashbackkaart te doen in plaats van mijn gewone bankkaart. Er zijn meerdere cashbackkaarten beschikbaar. Eén ervan is de Plutuskaart. Deze heeft vandaag een cashback van 3%. In oktober gaf ik bijvoorbeeld meer dan 11.000 euro uit. 3% cashback daarop is meer dan 300 euro. Mocht ik deze uitgave gedaan hebben met een gewone kaart, dan had ik die 300 euro niet verdiend. Oké, een besparing van enkele honderden euro per jaar door het gebruik van een cashbackkaart, daar gaan we niet rijk van worden, maar omdat het zo weinig moeite is om van kaart te veranderen, vind ik het toch een aanrader. Veel mensen werken een hele dag om 100 euro te verdienen, dus waarom niet één keer van kaart te veranderen? Duurt 5 minuten en je verdient al snel evenveel. By the way, Plutus betaalt die 3% cashback uit in een cryptomunt. Ik geloof daar zelf niet zo heel hard in, dus zet ik mijn cashbacks altijd direct om naar euro. De bottom line is dat veel mensen een personal finance journey starten op de beurs, maar waarom zou je risico nemen op de beurs als je je dagelijkse uitgaven nog niet met een cashbackkaart doet? Laat maar weten mocht je geïnteresseerd zijn in meer details over de Plutuskaart of een andere kaart en dan maak je daar met plezier een video over. Voor wie geïnteresseerd is in de Plutuskaart zet ik ook alvast de link in mijn bio. De bedoeling is om nog veel meer kleine en grote tips met jullie te delen, dus follow voor meer.